Oh, sorry. Eerst de heer Omtzigt hadden we afgesproken. En de heer Omtzigt had het ook gecheckt bij collega's. Ik vond mevrouw van der Plas al zo relaxed zitten. Zijn uw woorden, hè? Gaat uw gang. Voorzitter, ik probeer mij te bedenken hoe iemand die in een flatje in een stad woont hiernaar kijkt. Er wordt een fonds opgericht van 1500 euro per Nederlander. 6000 euro per gezin met twee kinderen in Nederland. En met dat fonds worden problemen opgelost in de landbouw en in de industrie. En dan hoor je vertegenwoordigers van de regeringspartijen zeggen: we doen het toch maar. Ik voel me er wat ongemakkelijk bij. Dit zijn enorm grote sommen. Terwijl ik niet zie hoe de regering of de regeringspartijen een gezamenlijk probleem gedefinieerd hebben wat ze willen oplossen. Behalve dat ze natuurlijk de bouw weer op willen lossen en dat je in ieder geval weer kunt gaan bouwen. En ze zijn het ook niet eens over de doelen. We weten niet of we op de KDW's gaan sturen. Dat is voor de leken hoeveel stikstof er neerslaat. Nou, daar heb je een ingewikkelde modelberekening voor nodig. Of misschien wel over de uitstoot, dat is al wat makkelijker bij een bedrijf. En eigenlijk willen we allemaal natuurkwaliteit, maar we weten niet zo goed hoe we dat moeten meten. We weten niet of we dat nou in 2030 of 2035 moeten bereiken en met hoeveel tussenstappen. Dit zeg ik u, ja, ik zeg het niet met veel plezier, voorzitter, maar op deze manier maak je geen beleid. Beleid is moeilijke keuzes en de oppositie blaast altijd, dus ik zult altijd een kritische noot van mij vinden, hoeft er niet zo bang voor te zijn. Daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat ik de afgelopen jaren te vaak gezien heb dat de regering een enorme zak geld gepakt heeft en gedacht, dan is het probleem opgelost. Dat hebben we bij de toeslagen gedaan. Er zijn miljarden voor uitgetrokken, maar die toeslagenhouders zijn nog geen meter verder. Sterker nog, ze dreigen nu het rechtelijke stelsel te belasten. En hetzelfde kan hier dus ook gaan gebeuren. Een enorme zak geld. Misschien straks verplichte onteigeningen, duizenden rechtszaken. Dan hebben we de financiën. Dan hebben we de problemen in de rechtsstaat. En dan hebben we het probleem nog niet opgelost. Nou kan het. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, ik hoop dat het allemaal goed gaat bij het landbouwakkoord. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met die 12 provincies. En ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar echt waar, voordat je machtiging vraagt tot het uitgeven van 24 miljard, moet het om iets meer dan hoop gaan, voorzitter. De heer Boswijk. Ja, voorzitter, het is inderdaad zo dat over 2030, 2035 dat daar nog een discussie over is. Maar ik vraag me toch af waar de heer Omtzigt is geweest bij al die debatten en technische briefs die we hebben gehad als het gaat over de kritische depositiewaarde en over het sturen daarop. Want ik vind het toch een beetje een verkeerde indruk wekken. Want op dit moment zijn er natuurdoelanalyses bezig. Wij hebben daar toevallig, ik hoop dat de heer Omtzigt er morgen ook bij is, hebben wij een ronde tafel die ik heb georganiseerd om te spreken over die natuurdoelanalyses. Hoe die uiteindelijk als basis kunnen vormen voor de landbouwtransitie. Dat het inderdaad dat er geen geld wordt verspeeld. Kijk, dat heb ik net ook al in mijn eigen bijdrage. In een ideale wereld zouden we het allemaal op een goede volgorde doen. Maar het probleem is, in 2011, 2012 vond iemand een goed idee om flink te bezuinigen op natuurbeheer en op alle rapportages, waardoor we nu in de shit zitten. Ja, ik zat er toen niet, ik kan er niet zoveel aan doen, maar omdat we nu in de vergunningverleningsknel zitten, moeten we alles met stoom en kokend water doen. Ja, en dat is inderdaad met vallen en opstaan, maar ik vind het toch een beetje suggestief dat nu wordt gezegd, de indruk wordt gewekt, ja, ze willen met een grote zak geld willen ze het oplossen. Nou, zo kijk ik niet naar de wereld. Ik kijk echt dat ik ook een verantwoording heb naar mijn volgende generatie, naar mijn kinderen, dat we het belastinggeld goed besteden en dat we uiteindelijk ook alle problemen oplossen. Dank u wel, de heer Omtzigt. Ja, voorzitter, het gaat me niet om dat de intenties hier niet aanwezig zijn bij de woordvoerders. Dat zou ernstig zijn, dat geloof ik ook niet. Maar het gaat me erom dat het proces nu zo rommelig is, dat als je over 2 jaar overstapt van de ene indicator naar de andere indicator, je andere besluiten neemt. En die andere besluiten, dat betekent dat je die besluiten over het uitkopen van bepaalde boeren, het uitkopen van bepaalde piekbelasters, anders genomen zal hebben. En dat je miljarden anders zou besteden. En daar ben ik zo bang voor. En ja, ik zie al die pogingen om inderdaad naar een wat bredere indicator van natuurkwaliteit te gaan. Dat lijkt me ook wenselijk. En ik zie dat iedereen dat wil. Maar ik zie dat het hier niet klaar ligt. En dat is
eigenlijk vrij pijnlijk als je dit wilt oplossen. Ik vermoed dat we hier nu, door akkoord te gaan met deze wet, een hele grote stapel zeer kritische rekenkamerrapporten nu aan het garanderen zijn. Tot slot de heer Boswijk. Ja, voorzitter, dan concluderen allebei dat er een ideale wereld, we een andere volgordelijkheid hadden gedaan en dat we dat stapsgewijs hadden gedaan en nog beter de natuur goed in kaart hadden gehad. Ik denk dat we daar allebei over eens zijn. Maar de realiteit is, en dat heb ik net in mijn interruptie met de minister ook gezegd, dat we tot de conclusie komen dat we heel veel gegevens ook nog niet hebben. Maar stel, de heer Omtzigt zou in mijn schoenen staan. Hoe zou hij dit dan willen oplossen? Wetend dat de vergunningverlening op dit moment in de knel zit. Wetend dat heel veel boeren heel graag willen beginnen. Hè? Die zeggen, joh, kom alsjeblieft met die regelingen, liever vandaag dan morgen. Wetend dat de natuur onder druk staat. Als we al die stress die ik op dit moment heb, en weten dat we miljarden investeringen in de Rotterdamse haven mislopen, met alle werkgelegenheid tot. Welke afwegingen en welke aanpak zou de heer Omtzigt dan voorstellen? De heer Omtzigt. Voorzitter, ik zou een onderscheid maken aan de ene kant tussen stikstofoxide en ammoniak. En bij de stikstofoxide die zijn vrij makkelijk naar beneden te brengen. Op dit moment leggen we allerlei bouwprojecten stil, omdat er nog ergens een generator staat die op 10 kilometer van het Natura 2000 gebied nog een minimale hoeveelheid stikstofoxide kan veroorzaken. Ik zou zeggen, ga eens naar de COX 2 fabriek van Tata kijken, ga eens kijken naar een aantal vliegvelden en je kunt de stikstofoxide heel snel naar beneden brengen door daar fors in te grijpen. Dan, aan de andere kant, hebben we de ammoniakproblematiek. En de ammoniakproblematiek, voorzitter, daar zou ik eens beginnen met een vrijwillige uitkoopregeling. Dat is precies het tegenovergestelde wat de regering doet. Ik zou beginnen met ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk van die bedrijven zo snel mogelijk opkoopt. Niet met stoppen, niet met verplicht stoppen, zeg ik erbij. Dat is wel de Europese regeling. En daar heb ik moeite mee, met die Europese regeling. Dan probeer je zo spoedig mogelijk als overheid dat te doen. En dan kun je, en dat heb ik in de eerste termijn ook aangegeven, je zult iets moeten doen met bepaalde gebieden die in Nederland verstrekt overbelast zijn. Ik heb twee gebieden genoemd, de Peel en de Veluwezoom. Daar zul je mensen echt moeten verleiden om iets anders te gaan doen. Ik ben tegen het verplicht uitkopen. En omdat ik zeg, ik ben tegen dat verplicht uitkopen, op het moment dat je als overheid een forse landpositie hebt en een aantal boerenbedrijven hebt, kun je ook aan een aantal van die mensen zeggen, je kunt elders naartoe. En tot slot, voorzitter, en dan kom ik zo met een motie met mevrouw Ouwehand. Ik wil van tevoren weten wat de doelen zijn rondom natuur en rondom dierenwelzijn. Want wat nu ook dreigt met deze uitkoop, is dat die boeren die relatief veel stikstof op dit moment uitstoten, uitgekocht worden. En die veehouderijen die dat niet doen, niet uitgekocht worden. En dan loop je een enorm risico dat je hier in Nederland eindigt met het uitkopen van heel veel melkvee. En vooral het toelaten van het bouwen van extra grote stallen voor varkens. Terwijl ik denk dat als je kijkt naar het maatschappelijk draagvlak en hoe wij over 20 jaar hier de agrarische sector willen hebben, je dan het liefst de melkveehouderij zou houden. En je af moet vragen of je nog wel die grote varkensstallen moet bouwen. Dus ik zou daar een onmiddellijk moratorium op zetten. Nou, dan heeft u in het kort een lijn. Maar als u het aan mij als eenmansfractie vraagt, terwijl daar een ministerie van een paar duizend mensen zit, er zal ongetwijfeld een klein rafelrandje aan mijn plan zitten. Dat geloof ik onmiddellijk. Nee, het zijn ook hele grote vragen voor een tweede termijn. Nee. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nee, dat is. Of ik het landbouwbeleid wil herschrijven. Nee, dat gaan we nu echt niet doen. Nee, en dat is. U heeft uitgebreid de kans gehad en we gaan niet weer in eerste termijn doen. De heer Van Kampen neemt het stokje volgens mij over. Ja, zegt mijn vermoeden. Voorzitter, het is ook de gevolgen van de verschillen tussen stikstofdioxide. En tussen ammoniak zijn ook herhaaldelijk en vaker besproken in het parlement. Er ligt een aangenomen motie Ginwis. Hij is nu even niet, maar hij ligt er nog steeds, de motie. Waar de minister gewoon de opdracht heeft om te komen met wat zijn de verschillen in eigenschappen. Kun je het uitwisselen? Wat zijn daar de wenselijkheden van? Want ja, je loopt ook het risico dat het beetje ruimte wat er nog is met vergunningverlening helemaal dicht wordt gezet als je het helemaal een streep onderzet. Dat is een risico wat ik vind, wat we gelet op het algemeen belang met elkaar moeten afwegen. Maar die zorg even van naar een vraag Omtzigt, naar de heer Omtzigt. Ja. Die zorgen die zijn dus geborgd. En die vinden hier een weerklank in deze Kamer. Die kunnen op een meerderheid rekenen. De vrijwilligheid waar de heer Omtzigt voor pleit als het gaat om de uitkoop en opkoop. Dat is precies
waarom we dit transitiefonds nodig hebben, zodat daarmee van start gegaan kan worden. Dus dank u wel. Ik hoop dat we in die oplossingsgerichte sfeer die de heer Omtzigt in reactie op zijn interruptie richting de heer Boswijk etaleerde, dat we die kunnen blijven inzetten en ook op een constructieve appreciatie van de heer Omtzigt op dit wetsvoorstel. Omdat, voorzitter, ik denk, concluderend, dat een hele hoop van zijn zorgen echt prijsschieten en roosschieten in de roosschieten van de inzet van dit kabinet. Meneer Omtzigt. Ik vind het een ontzettend mooie poging. Maar echt waar, echt waar. U legt hier een fonds neer zonder dat u duidelijk heeft in de coalitie wat de probleemdefinitie is en wat de precieze doelen zijn. En er wordt iedere keer een deken overheen gegooid. En dat had vandaag opgelost moeten zijn. En nee, als u vraagt of ik alles precies 100% anders zou doen dan deze coalitie, is het antwoord nee, natuurlijk niet. Dat zou heel gek zijn. En ik kom hier met voorstellen, daar hoeft u me niet op af te rekenen. Maar als u het op deze volgorde doet, dan heb ik u aangegeven waar u kunt eindigen. Dan kunt u eindigen met een samenstelling van de veehouderij die een groot gedeelte van Nederland suboptimaal gaat vinden. Inclusief uzelf, inclusief een aantal leden. Misschien trouwens uzelf ook, maar daar heb ik niet over gesproken. Dank u wel. Tot slot de heer Van Kampen. Voorzitter, het laatste wat ik zal doen in dit debat is de jaartaldiscussie bagatelliseren. Want de heer Omtzigt moet best weten dat ik daar ook zo mijn gevoelens bij heb. Maar volgens mij heeft daar de minister rake woorden over gesproken. Daar kan ik me wat dat betreft volledig in vinden. Maar er ligt een wettelijke basis. Er ligt een aangenomen wet, stikstofreductie en natuurverbetering. Er ligt een verplichting en een opdracht bij de provincies, ook al onder de pas, om te gaan zorgen voor stikstofvermindering en natuurherstel. Dus ik vind het jammer dat de heer Omtzigt hier een beeld opwerpt dat er een soort mistgordijn zou zijn van regels en plichten bij provincies dan wel bij het Rijk. Er ligt een wettelijke basis. Ja, er is een jaartaldiscussie. Ik hoop dat die liever vandaag dan morgen kan worden geslecht. De provincies weten wat ze te wachten staat, weten hoe ze aan de slag kunnen en hebben daar dit fonds bij nodig. Help daarbij, vraag ik de heer Omtzigt. De heer Omtzigt. Nou, het is heel simpel, voorzitter. Er is inderdaad een wettelijke basis en die wettelijke basis is 2035. En de hele coalitie hier doet nu alsof het 2030 is, behalve het CDA. Maar dat is niet zo. Als er in de wet staat, u mag 120 rijden, dan kan hier een coalitieakkoord zijn, dan kan hier een motie zijn, dan kan hier een Kamermeerderheid zijn, dan kan hier een persoonlijke beleidsopvatting van de heer Van Kampen zijn, dat het 100 moet zijn. Maar zolang de 130 in de wet staat, wordt elke boete voor 128 rijden, wordt door de rechter in de prullenbak gegooid. En er staat 2035 in de wet. En begrijp het nou niet verkeerd. Het is totaal onduidelijk of het gaat veranderen. Er wordt zelfs gedreigd met een kabinetscrisis hierover. Dus ik weet niet precies over welke duidelijkheid de coalitie het hier heeft. Hou jezelf niet voor de gek, zeg ik tegen die coalitie. Los dit probleem intern op. Ik heb in het vorige debat gezegd, ik wil dit debat ook wel 2 weken uitstellen. Ga met elkaar de hei op. We willen er wel een dag voor vrij nemen en zeggen, dan hoeft u niet in de Kamer te zijn. Want als u dit oplost met elkaar, doet u de agrarische sector, de industriesector en heel veel anderen in Nederland, doet u een plezier. En dan komt er iets uit waar u geen van alle 100% gelukkig mee bent. Ja, dat is het wezen van een coalitie. Ik heb jaren in een coalitie gezeten. Echt waar. Als één van u heel gelukkig zou zijn, dan zouden de andere 3 echt super ongelukkig moeten zijn. Dank u. Dat zeg ik u er maar even bij. U vervolgt nu uw betoog. Ja. Voorzitter, ik kom toch met een vraag. Want ik wil graag dat we weten wat die visie is over hoe dat dierenwelzijnbeleid eruit ziet en hoe het verdienmodel van de boeren eruit ziet. En dat dat ook aan de basis ligt van wat er uitgegeven gaat worden. En of dat uitgegeven gaat worden via een stikstoffonds of via de begroting. De beste manier overigens om het amendement wat ik meegetekend heb van mevrouw Van der Plas doorgevoerd te krijgen is deze wet te verwerpen. Want dan gaat minister Adema in 1 keer over de stikstofmiljarden. Ook een interessante vraag. Maar ik wil toch dat die dingen integraal meegenomen worden. En ik ga het nog 1 keer zeggen. Ik heb in de eerste termijn, en daar heb ik heel veel reacties op gehad. Dierenwelzijn, als je daar iets van vindt, dan neem je dat besluit nu, voordat je 24 miljard uitgeeft, waarvan een groot gedeelte gaat naar het uitkopen van bepaalde boerenbedrijven. Daar kan dierenwelzijn een van je indicatoren voor zijn. Als jij straks eindigt met alleen maar varkensstallen,
en relatief veel minder melkvee. En je had dat niet gewild, dan weet je dat je daar nu op moet ingrijpen. En dat is helemaal niet ingewikkeld. Dus ik vraag de regering om daar een visie op te ontwikkelen, die met Prinsjesdag mee te delen en de uitgaven uit dit fonds of uit de begroting daar rekening mee te houden. En ja, ik heb hetzelfde gedaan als wat het CDA wel eens gedaan heeft. Ik heb dit keer samen met mevrouw Ouwehand gedaan. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de regering met geld uit het transitiefonds de Nederlandse landbouw en dan specifiek de veehouderij vergaand zal veranderen. Van mening dat het noodzakelijk is dat er een integrale aanpak komt om zowel de doelen te halen op het gebied van natuur, klimaat en waterkwaliteit als ook op het gebied van voedselzekerheid, dierenwelzijn en het verdienmodel van boeren. Verzoekt de regering een visie op te stellen over de toekomst van de landbouw en veehouderij, waarin helder staat hoe de doelen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat en de landbouw, inclusief de kwaliteit van water, zullen worden behaald. Verzoekt de regering een visie op te stellen over het verdienmodel van boeren en de voedselzekerheid, die ook internationaal binnen de EU geborgd kan worden, dat hoeft niet nationaal. En verzoekt de regering bij de plannen van het transitiefonds te borgen dat deze visies worden meegenomen en dat er verschillende doelen behaald worden. Verzoekt de regering daarbij tevens de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Omtzigt. En dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas, BBB.